Het politiek leiderschap in Suriname is niet wat het moet zijn. Dit zegt Beryl Vreden in gesprek met onze nieuwsdienst. Vreden, die economie en marketing heeft gestudeerd in Nederland en sinds kort ook afgestudeerd is aan de Anton de Kom Universiteit van Suriname, studierichting Public Administration, meent dat er veel brokken worden gemaakt omdat het politiek leiderschap niet is wat het wezen moet. Ze streeft ernaar om de bewustwording over politiek leiderschap te bevorderen, zodat er in de toekomst betere besluiten worden genomen voor land en volk. Mensen verwijzen graag naar Europa of naar Amerika. De reden waarom de moeders. Maar wij in Suriname verwijzen naar Europa, omdat wij heersers hebben gehad uit Europa. Dus dan doen wij dat, wij refereren daar naartoe. En dan willen wij de dingen doen zoals de kolonisator ons heeft geleerd om het te doen, of de manier waarop zij dat doen, en dat is niet goed. Wij zijn een multi-etnische samenleving, dus dan moet je dingen ook doen volgens de culturen die wij hier hebben. En niet volgens een mono-etnische samenleving waar men één cultuur heeft. Men zegt wel dat men meerdere culturen heeft, maar dat is niet waar. Er is een leidende cultuur en wij hebben hier alles bij elkaar, dus je moet het gewoon anders doen. Vreden legt uit dat in een multi-etnisch land er geen sprake moet zijn van een bepaalde stamgeest. Als een politieke leider de stamgeest nog op nahoudt, zal dat volgens haar een gevaar vormen. Omdat je weer verdeel en heers krijgt en omdat je niet alleen maar de vroegere heersers hebt, je hebt nu andere heersers. Iedereen is hier tegenwoordig. Hè? Turken zijn hier, Europeanen zijn gebleven, Amerikanen zijn ook gebleven, Chinezen zijn hier. Dus je geeft aan dat we geen eenheid zijn. En waar geen eenheid is, is er gedonder, is er geen sterkte. En het kan wel door te leiden, door een voorbeeld te geven. En daarom zei ik ook al, je moet met quotas werken. Zodat je die inclusiviteit hebt. Dat is het grote gevaar. Het volledige interview met Beryl Vreden is terug te zien in ons programma In Gesprek Met, aanstaande woensdag op kanaal 12.1 om 8 uur in de avond.